Voilà, dag beste mens. Vandaag ben ik hier samen met Sophie. En we gaan gewoon een beetje babbelen over het leven. Maar Sophie zou liever niet in beeld komen, dus we gaan gewoon een beetje babbelen. En we zullen zien wat eruit komt. En als je er iets aan hebt, zo weet je beter. Als je er niets aan hebt, ook geen probleem. Dus we hebben elkaar wel een keer zien gewoon. Omdat we een beetje aan het praten waren over de liefde en het leven en de relaties. En wat zijn zo de thema's waar we het vandaag een keer willen over hebben? Hij zei ja. Dat. Ja, voor eenzaamheid onder andere. Eenzaamheid, oké. Okay. Waarom? Waarom wil je het hebben over eenzaamheid? Omdat dat iets is dat mij wel bezighoudt, of iedereen denk ik. Mm-hmm. En ik wil daar ook een voorstelling voor maken, een theatervoorstelling. Ah, oké. Okay. Dus ik ben een beetje overal aan mensen aan het vragen, wat is eenzaamheid voor u? Mm-hmm. En ik merk dat dat niet zo makkelijk is, omdat ja, eenzaamheid is, meestal willen mensen dat niet toegeven ofzo. Ja, oké. Okay. En wat is voor u ergens eenzaamheid, als ik dat eerst mag horen? Ja, dat is niet zo'n eenduidig antwoord of zo. Maar mm-hmm. voor mij is dat als ik niet voel dat ik leef of zo, zeg maar. En ik voel dat ik leef door vooral andere mensen. Het is alsof dat, je hebt zo het experiment, of ja, het is een filosoof die zegt van als je een kat in een afgesloten ruimte hebt, mm-hmm. ja, ik weet niet meer welke filosoof het was, en je laat je daar 2 weken in zitten zonder mm-hmm. iets, dan gaat je niet weten of die kat nog leeft of niet. Ja, dat wel veilig. Totdat je in die ruimte gaat en de kat ziet. Mm-hmm. Maar dan ben je eigenlijk de persoon die de kat dood of levend maakt. Omdat je het niet weet, snap je? Mm-hmm. Wat ik bedoel? En ik vind dat andere mensen ook, zonder andere mensen ben ik ook niet levend of niet dood, zeg maar. Mm-hmm. Snap je, als ik met iemand, met een vriend afspreek, dan word ik vriend doordat hij mijn vriend maakt. Mm-hmm. En zo maakt iedereen mekaar, zeg maar, of zo. Mm-hmm. En als er niemand is die mij tot iemand kan maken, of zo, dan, als ik dat gewoon soms besef, dat is super erg. En dan denk ik, wow, dan maak ik gewoon echt zonder mij eten of zo. Zeker nu dat ik in Nederland ben gaan wonen, een tijd geleden ken ik echt toch niemand. En zo niemand om naartoe te gaan, dat besef, dan zo, wow, ja, dan voel ik mij eenzaam. Mm-hmm. Oké, okay, wat is dan het verschil volgens u tussen eenzaamheid en gewoon alleen zijn? Alleen zijn, dat kan net soms gewoon leuk zijn, vind ik. Maar omdat ik weet dat er nog andere mensen zijn, of je dat als er iets is die ik die kan zien, zeg maar, of bellen of wat dan ook, dan ben ik niet eenzaam. Ook al ben ik alleen, zeg maar. Mm-hmm. Dus de eenzaamheid wordt eigenlijk ergens gekoppeld met een bepaald gevoel dan dat er iemand u heeft, of niet? Zeg dat nog eens. Eenzaamheid wordt ergens gekoppeld met een bepaald gevoel, want je zegt eenzaam is inderdaad, je hebt andere mensen nodig mm-hmm. die je ergens iets geven, mm-hmm. die je van vriend maken. Mm-hmm. Dus je hebt ergens die relatie nodig mm-hmm. met een bepaald gevoel, denk ik, of zo. Mm-hmm. Anders zijn je gewoon alleen en niet eenzaam. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Oké, okay. Maar dat is inderdaad, het is al vrij filosofisch hè, wat dat zegt, maar hoe dat ik gewoon, als ik naar eenzaamheid kijk en als ik kijk naar mijn eigen leven, voor mij is eigenlijk eenzaamheid is gewoon niet begrepen worden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel simpel. Als ik mij begrepen voel door u of ik begrijp jou wat jij zegt, dan ga je niet snel het gevoel hebben van eenzaam te zijn. Als jij samen woont met allemaal mensen in een huis en het is niemand die je begrijpt, dan ben je niet alleen, maar kun je wel eenzaam voelen. Mm-hmm. Dus voor mij is daar eigenlijk gewoon de kanttekening tussen. En trouwens, dat is ooit een goede maat van mij, Nelies. Die dat zegt, die van mij is, ik ben erover gefilosofeerd en dat komt er een beetje uit. Mm-hmm. Ik heb mij altijd zeer eenzaam gevoeld, ook al heb ik mij altijd omringd met enorm veel mensen. Voetbal, met familie, vrienden zien, sociaal gebeuren, uitgaan. Maar ergens in die wereld was ik eenzaam. Dat is interessant. Mm-hmm. Dan, bijvoorbeeld, stel, ik was aan stop met drinken, voelde mij nog altijd eenzaam, ook al ging ik altijd veel naar mensen. Maar wat merkte ik wel, als ik zo naar mijn lessen over Boeddha ging, over boeddhisme, dan had ik daar een andere energie. Ik voelde mij ook aanvaard. Ik voelde mij begrepen, ik voelde mij aanvaard, ik voelde mij gerespecteerd. En ik denk dat daar is een groot verschil is. En ik denk inderdaad, ik heb heel veel dingen alleen, en ben zeker 30 keer alleen op reis geweest. Ik heb mij daar nooit eenzaam gevoeld. Als ik alleen op reis was, omdat ik toevallig in mijn energie kwam ik mensen tegen die mij snappen. Er waren mensen die naar mij luisterden, die dat interessant vonden wat ik deed. Dat, ook als je gaat gaan liften of zo, het is niet de
gewone, tussen aanhalingstekens, mensen die je meepakt, zijn vaak mensen die ook al iets meer over het leven weten, of alleen niet over het leven weten, maar die anders naar het leven kijken. En dat was heel interessant. Het is vooral in het moment in mijn eigen familie dat ik me vaak eenzaam voelde, omdat ze mij niet begrepen. Zelfs mijn beste vrienden soms, die hadden zoiets van, wat doet jij allemaal? En dat is ergens voor mij eenzaamheid. Mm-hmm. Allee, omdat we daar even zo filosoferen. Ja, en ik vind als ik naar je lijst ga, dan is het heel ingewikkeld. Zo, ik probeer altijd dingen zo eenvoudig mogelijk te zien waarom dat elke mens het ook kan begrijpen. Mm-hmm. Je hebt filosofische boeken waar dat 10 keer dezelfde pagina moet lezen, waar je dat er iets van snapt. Dat is misschien ook interessant om verder over na te denken. Maar ik denk dat daar een groot verschil is. En je moet dat maar een keer in je eigen leven gaan onderzoeken. Je zit nu alleen in Nederland. Je bent daar blij, hè, of niet? Zeker. Je bent zeker blij. En voel je daar ook eenzaam soms? In het begin wel, maar nu niet meer zo. En waarom voel je daar in het begin eenzaam, denk je? Ja, omdat er niemand was om naar op geen terugvalbasis of zo. Ah, interessant. Ja. Ik was daar dan bijvoorbeeld 1 keer in het weekend. En dan waren alle mijn vrienden van school bijvoorbeeld, die waren dan ook gewoon terug. Omdat ze daar zelf ook niet wonen. Mm-hmm. En dan het idee van dat je naar niemand kunt gaan, dat was wel echt... Ja, ik kan wel begrijpen dat dat wat creepy is. Ja. Ik denk gewoon in het algemeen ook dat zeer interessant is, dat het gevoel dat je op niemand kunt rekenen, geen gaat vast hebben, dat moet enorm lastig zijn. Nou, ik ben zeer gelovig, heel veel mensen weten dat zo niet, maar je hebt er één. Ik denk dat ik hier 5 Maria's ondertussen heb in mijn lijst. Maar voor mij is God en de universe ergens ook altijd een houvast geweest. Dus van, in de A zeggen ze vaak van, je moet geloven in een hogere macht, en dat is iets dat heel veel mensen afschrikt, hoe God en bla bla. Maar ik denk dat we altijd ergens een terugvalbasis nodig hebben om je veilig te voelen. Dus ja, eenzaamheid. Ik denk ook dat heel veel mensen, wie dat hier ook bekijkt ook, ik denk dat heel veel mensen zich heel veel eenzaam voelen. Zeker ook de mensen die mij meer volgen, zijn vaak wat gevoeligere mensen, die altijd begrepen worden. Vaak zotten, een beetje zijn ideeën die mensen zot vinden. En ik denk dat heel veel mensen zich eenzaam kunnen voelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat elke mens in zijn leven zich wel al een keer eenzaam heeft gevoeld. En denk je dat als je ouder wordt, dat je eenzaam gaat voelen, of dat je net als je jonger bent je eenzaam voelt? Of denk je dat niet te maken heeft? Ik denk dat je omgeving enorm veel te maken heeft met het feit of dat je eenzaam voelt of niet. Ik denk, kun jij jong zijn en ik denk eigenlijk als je zeer, zeer jong bent, dan speelde in het leven. Mm-hmm. Ik denk dat maand dat het ouder wordt en daarom de middelbare school denk ik dan. Als je naar mijn leven kijkt, heb ik nu echt, maar misschien 5, 6 leraar al af en toe dat ik me wel anders voelde. Mijn middelbaar voel ik me wel anders. En dan eigenlijk meer grappig, want dan diezelfde maand waar ik die discussie mee had met Nelis, dat was in het eerste en tweede middelbaar, kwam ik vrij overeen omdat wij zo wat filosoferen over het leven, maar al de rest, ja. Met al de rest doe wat anders, hè. En dan probeer je daar ook aan mee te doen. Maar dat doet eigenlijk heel veel pijn, denk ik. Wij hebben eerst een maatschappelijke norm, waar wij zoveel moeite doen om daar aan mee te doen, maar echt zoveel moeite. Maar eigenlijk doen wij onszelf altijd constant pijn. Als ik toen in de tijd 20 jaar alleen slimmer geweest, had ik me enkel maar omringd met mensen die mij respecteren en appreciëren. En niet zoveel moeite doen en ik ga erbij horen en ik ga ook drinken. En, ja, misschien. Dus ik denk dat je je eenzaam kunt voelen als jij zeer jong bent, 12 jaar, en je zit in de klas met allemaal filosofen. Ik denk dat je daar je goed kunt voelen. Maar ik denk dat op je 60 jaar dan, als je in 80 jaar, en je zit in het rusthuis, het zijn allemaal gasten, ik zeg nu maar iets, het zijn allemaal mensen die niet veel van het leven weten, dat is ook zo oordelend. Maar, er zitten tussen allemaal mensen die praten over de voetbal heel dag, ja, dan kun je daar eenzaam voelen. Dus ik denk dat je omgeving, en dat is interessant ook, ik heb er nu iets over nagedacht, ik denk dat je omgeving enorm bepalend is. Ik heb mijzelf een leven, een wereld gecreëerd, een omgeving gecreëerd, waarin dat ik gewoon mezelf kan zijn. Mm-hmm. Maar het is ook niet interessant om soms die mensen die net tegenovergesteld zijn aan u, om die ook in je omgeving te hebben? Ja, maar voor mij gaat het meer om, het gaat om respect. Mm-hmm. Het gaat mensen mogen van mij andere meningen nemen. Ik krijg echt geen probleem. Ik ben iemand die zeer open is en zeer veel naar mensen luistert. Ik luister ook naar u, naar wat dat gezegd en zo. Maar ik denk dat, dat is de manier hoe dat mensen iets tegen u zijn, dat heel bepalend gaat zijn. Van mij mogen mensen echt andere meningen hebben. Maar als ze uw mening op mij willen, zo, als dat hun, ik vertel mijn waarheid in het leven.
dat is niet de waarheid. Heel vaak zijn mensen dat, ja, maar ik wil je niet stoppen met drinken. En ik heb iets van, ja, geen probleem, hè. Ik bedoel, ik zeg toen niet dat je moet stoppen. Mensen voelen zich vaak aanvallen. Maar ik vertel een waarheid. En iedereen heeft zijn waarheid, maar de manier hoe dat je waarheid vertelt is wel belangrijk. Ik heb soms mensen die heel hard reageren bij mij op Facebook. De meeste mensen nu blokkeer ik gewoon, want dat interesseert mij niet meer. Maar de mensen die zo zacht reageren, van kijk Michael, dank wel voor uw filosofie. Onlangs was er zo iemand, Wim Rombout, dat zo reageert op. En zo heel liefdevol en zo, maar hij had ook een andere filosofie en ik respecteer dat. En tuurlijk, het is niet dat al de mensen in mijn omgeving allemaal ja knikken. Oh ja Michael, nee. Het is van oké, Michael, we zijn akkoord met dat, maar met dat ben ik bijvoorbeeld niet akkoord ofzo. Als mensen meningen hebben, mogen die sowieso delen en ik ga luisteren. Mm-hmm. Maar het is ook te zien wie dat ze zegt. Ik zei dat vaak van, als er iemand die niet stopt is met drinken, mij gaat uitleggen dat ik moet stoppen met drinken, dan ga ik wel ergens naar luisteren, maar ik ga daar niets bij waarde aan hechten. Als er iemand al 40 jaar stopt is met drinken en die zegt tegen mij, Michael, ik heb dat en dat gedaan, dan ga ik daar veel waarde aan hechten. Mm-hmm. Zo. En totaal iets anders even. Geen probleem. Denk je dat mensen elkaar ooit soms echt... Soms een keer colaatje drinken. Denk je dat mensen elkaar ooit echt kunnen begrijpen? Omdat dat ook ergens een eenzaamheid kan zijn dat je... Goh ja, ik denk dat mensen elkaar gaan kunnen echt begrijpen. Ja. Door, we kunnen bijvoorbeeld... kun je als kind, dat je wel vaak van, oh ja, ons droomhuis, hè, bijvoorbeeld. Of later dat je zegt van, oh, een reis die je samen bedenkt, oh, en dit en dat en blablabla. Maar gaat je dan uiteindelijk echt datzelfde beeld hebben van hetzelfde huis? Of gaat je gewoon door dezelfde woorden te gebruiken toch een heel ander beeld hebben? Ah ja, zo. Maar dat dan ook bijvoorbeeld met eenzaamheid en geluk en wat dan ook. Ah ja, met al die soort, en vrijheid en liefde, wat dan ook. Kunnen mensen elkaar ooit begrijpen? Ja, ik denk dat als wij veel moeite doen om naar elkaar te luisteren en open te staan voor wat we zeggen aan elkaar, dat mensen zich wel kunnen begrijpen. Gaat iedereen elkaar om opgrijpen? Dat geloof ik niet. Maar ik vind het wel ook interessant, want ik ben nu in een relatie gestapt, 4,5 maand geleden ondertussen. En zij heeft haar ideeën over het leven, ik heb mijn ideeën over het leven, ik heb bepaalde woorden gebruikt, zij heeft bepaalde woorden. En wij voelen dat wij soms, ook al soms gewoon naast elkaar praten, maar met dezelfde woorden. En ik bedoel daar ander ding mee dan dat zij bedoelt. Je moet echt open zijn naar elkaar en echt de willingness hebben om te luisteren naar elkaar. Want anders gaat het niet raken, denk ik. Maar dat is wel, ik zeg dat, ik ben iemand die zeer oordeelvrij is in het leven. Mensen komen hier bij mij met een verhaal en ik heb iets van, oké, ja, dank u dat dat deelt. En bij mij is dat niet van, oh, doe ik het dat? Of mijn broer wil op huwelijksreis gaan. Dat kost enorm veel geld. En ik heb iets van, als je dat wilt doen, doe dat wel. Maar mensen hebben, oh nee, doe dat wel. Ik krijg iets tegen hem, als je dat wilt doen, doe dat. Mensen komen bij mij, ze willen zelfstandig worden. Ja, doe dat, als je dat wilt doen, ja, doe dat. En ik denk dat we oordeelvrij naar elkaar moeten luisteren en ook als er bij ons dingen raakt, dat we moeten beseffen dat dat ook ergens van ons is. Je mocht dat wel eiten dat je iets kwetst en dat je iets pijn doet, maar je moet ook gaan voelen dat wel uw trigger is bijvoorbeeld. En dat is ook iets dat je moet verantwoordelijkheid nemen over je eigen emoties, dat is ook iets dat ik probeer te doen. Dat lukt ook niet altijd, maar meestal voel ik van oké, wat doet dat met mij? Oh, wat bedoelt je met eigen verantwoordelijkheid nemen? Maar stel bijvoorbeeld dat ik iets zeg tegen u en dat raakt u, of zeg ik bijvoorbeeld, ik zeg bijvoorbeeld aan mensen, ja, alcohol is vergif. Ja. Alcohol is bucht, alcohol is een hartrug. Het is aan geen één kind dat wij alcohol geven, maar aan onszelf als volwassenen doen we niet anders. Gewoon door dienzin te zijn, dat kan mensen raken. Doe dan iets, hè, maar dat is geen vergif. Nee, bedoel, ik drink elke avond mijn glaas kwijt en wat voor een nekkel is dat? Snap je? Dus we gaan eigenlijk... Wat dan zij voelen nu bij mij, ah ja, hij mocht dat niet zijn. Hij moet dat wegnemen dat hij zegt het. Want dan voel ik mij weer goed. Maar dat is weer het leven. Die mensen worden getriggerd, maar wij hebben de gewoonte. Vroeger heb ik naar familie gekeken. Dat is daar altijd drama, weet ik dan wel. En ze leggen altijd alles bij anderen. Ruzies, wraak. Hey, mensen beseffen dat niet, maar televisie, hè. Dat is brainwash, box. Wij beseffen niet waar wij mee bezig zijn. En wij groeien op en wij denken dat het is hoe dat moet zijn, maar ik heb heel veel geleerd over het leven. Ik heb heel veel boeddhistische lessen gevolgd bij Peter Marchand in Gent. Die mens, ik ben hem eeuwig dankbaar. Ik ben een jaar en een half bijzonder iedere week naar zijn lessen geweest. En Gerbert Baks is een man die een boek geschreven heeft, Strategie van het Geluk.
Ik ben na 30 ben misschien na 15 lezingen van hem geweest. Dat was gewoon voor mij super interessant. En dat zijn mensen die heel veel kennis hebben en die de dingen anders bekijken. Weet je, als mensen niet gelukkig zijn, wat doen ze? Ze proberen gelukkig te worden en ze doen hetzelfde. Dat gaat niet. Als je... Wat bedoelt je, maar ze proberen gelukkig te worden en ze doen hetzelfde? Mensen willen bijvoorbeeld gelukkig zijn, maar ze blijven dezelfde dingen doen. Ze blijven gaan werken, ja. Ze blijven met dezelfde mensen in contact komen. Dat gaat niet. Als je, ik zei altijd, als je andere resultaten wilt, moet je andere zaken doen. Dus dat is hoe dat leven werkt. En als je gelukkiger wilt wonen, ga je waarschijnlijk andere dingen moeten doen. En dat kan zijn dat je met andere mensen gaat moeten afspreken. Dat je met mensen gaat moeten afspreken die je voeding geven en die je energie zuigen, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal een proces. Hè. Maar het is eigenlijk, elke mens moet zichzelf afvragen, wat wil ik in het leven? En ik heb heel lang gedronken en dan op een paar momenten had ik iets van, het is goed geweest, ik heb het gehad met dat zuipen. En dan ben ik anders beginnen leven, omdat ik andere dingen wou. Maar de meeste mensen, die willen niet veranderen. Mensen willen gewoon, maar dat is niet iedereen, maar veel mensen blijven liever gewoon in hun leventje lang. Mm-hmm. En dat is ook oké, want je moet kracht hebben om te veranderen. Je moet guts hebben, je moet lef hebben. Ik had onlangs alleen een filmpje online zet, gewoon over zot zijn. En dat ik vaak werd bestempeld als een zot, omdat ik mijn passie volg of omdat ik het anders doe in het leven. Maar mijn filmpje ging eigenlijk over het feit is van, kijk, wat als ik de normale ben? En dat 99% van de bevolking eigenlijk de zotte zijn. Mm-hmm. Maar hoe vind je dan wat dat je wilt? Ik kan me voorstellen dat veel mensen gewoon niet weten, ja, maar wat wil ik dan in het leven? Ja, en dat is ook iets dat wij als mens moeten leren luisteren naar onszelf. Maar hoe doet je dat luisteren naar jezelf? Hoe doet je dat luisteren naar verschillende manieren? Dus het eerste dat ik al zeg, je moet eerst al beginnen luisteren naar andere mensen. Ik ben iemand die veel praat en zo, maar ik luister ook zeer goed naar mensen. Echt, dus ik kan als ik 5 minuten met iemand babbel, dan heb ik alleen veel info dat ik al weet van hoe zit die of die, die mensen in elkaar. En ik heb heel veel geluisterd naar mensen, en door heel veel te luisteren naar mensen heb ik veel geleerd. Maar doordat ik geleerd heb om echt open te staan voor heel veel wat dat mensen zijn, sta ik ook heel open voor te luisteren wat ik diep van binnen mij heb. Ik geloof dat wij als mensen een ziel hebben in ons. Een ziel hebben. En wij moeten daarna leren luisteren. En je doet dat door in stilte te gaan zitten. En je te gaan voelen van, kijk, wat voel ik wat ik moet doen. Like, een van de zaken dat ik de komende weken of maanden ga doen, is ik mijn haar afscheren. Ik voel dat ik dat moet doen. Gewoon omdat ik voel dat ik dat moet doen. Gewoon zo. In het leven, hè, zijn wij vrij attached aan heel veel zaken. Aan ons huis, aan ons dat, aan ons dat. En eigenlijk moeten leren om detached te raken van de dingen vanuit een vrije keuze. Bijvoorbeeld als je stopt met drinken omdat je leven op spring staat en je moet stoppen, is dat vanuit een andere energie dat ik zoiets had van als ik blijf drinken ga ik sterven en ik wil vanuit een vrije keuze, tussen aanhalingstekens,